Maar ik heb wel gehoord dat we eruit zijn. Dat betekent namelijk dat we een uitslag hebben. Wow. Yes! De procedure werkt als volgt. De juryuitslag, dat wil zeggen de seconden op de klok, zijn bij elkaar opgeteld en omgezet in punten. Daar worden straks de publiekstemmen nog bij opgeteld. Degene met de minste stemmen, die krijgt er straks 50 punten bij. En in 12 stapjes van 50 wordt dat steeds hoger. Degene waarvoor de meeste stemmen zijn binnengekomen, krijgt er maar liefst 600 punten bij. Dus dat kan behoorlijk aantikken. Zo, zeg dat wel. We gaan ze er gewoon even bij halen. De 12 kwartfinalisten van de Next Pop Talent. Ja. En daar staan ze dan. Onze 12 kwartfinalisten van de Pop Talent. De spanning is van hun gezichtjes af te lezen. We gaan de puntenladder af in volgorde van optreden. Jongens, heel veel sterkte. Ellen, we beginnen met jou. Jij kreeg van de jury 382 punten. Van de kijkers thuis kreeg jij 50 punten, is een score van 432 punten. Levi, je was onze tweede kandidaat vandaag. Je kreeg van de jury 409 punten. Wat zeiden de kijkers thuis? Ja, die houden het spannend. 550 punten, 959 punten in totaal. Netjes hoor. Iris, mag ik jouw focus? Jij kreeg van onze jury 466 punten. Van de kijkers thuis kreeg jij 250 punten. Een score van 716 punten. Mag ik stilte in de zaal? Nikki kreeg van de jury het hoogst aantal behaalde punten. 480. Wat zeiden de mensen thuis? 400 punten. Nikki, dat betekent dat je 880 punten hebt gegeven. Ja, Sheila. Wanneer ik jouw punten bekend maak, maak ik eigenlijk ook gelijk bekend wie de eerste halve finalist is. Nee. Jij kreeg van de jury 389 punten. Van de kijkers thuis kreeg jij 100. Een score van 489 punten. En de eerste halve finalist is dan... We houden het spannend, hè? Er is bekend wie onze eerste... Ja! Levi! Volgende keer wat beter. Volgende keer wat beter. Dan gaan we door naar Sander. Sander kreeg van de jury ook het hoogst aantal punten wat te halen is. 480. Wat zeiden de kiezers thuis? 350 punten, dat betekent 830 punten. En dat betekent dat Nikki onze tweede halve finaliste is van vanavond. Gefeliciteerd, Nikki. Melissa, jij kreeg van de, van de jury 458 punten. Wat kreeg jij van de kijkers thuis? 500 punten, 985 in totaal. Halve finale voor Melissa. Al drie kandidaten door naar die halve finale op volgende week. Danny, je kreeg van de jury... Helaas niet al te veel punten, 194. Maar laten we hopen dat de stemmen thuis meer punten opleveren. 200 punten. 394 punten. Maar dat betekent wel dat Sander door is naar de halve finale. Sander, je ziet hem helemaal losgaan. Mooi die blije gezichten. Maar Lisa, jij kreeg van onze lieve juryleden 342 punten. Van de kijkers thuis kreeg jij... 150 punten, totaal van 492 punten. Hier is door naar de halve finale. Gefeliciteerd, Livy. My God. Dan gaan we door met de prachtige Valentina. 480 punten kreeg ze van de jury. Wat kreeg ze van u thuis? 300 punten, 780 punten in totaal. En dat betekent dat ook jij door bent naar de halve finale. Gefeliciteerd. Fresh Kid.
De jury gaf jou 466 punten. De kijkers thuis 600. Een totaal van 1066. Het hoogste aantal punten tot nu toe. Fresh Kid in de halve finale. En terwijl zij daar staan te genieten van het feit dat ze zeker zijn van een halve finale plaats, wil ik graag stilte vragen in de zaal. En wil ik heel graag onze laatste vijf kandidaten bij ons hier op het podium roepen. Het wordt nu echt heel erg spannend. Oh, dit is eng. Wie is de laatste kandidaat die doorgaat naar die halve finale? Dames en heren, mag ik alsjeblieft stilte in de zaal? Jody, we gaan jouw punten bekijken. Je kreeg 478 punten van de jury. Dat is ongelooflijk hoog. Maar krijg je ook zoveel stemmen van de mensen thuis en mag jij door? 450 punten, 928 punten. Dat betekent dat je door bent naar de halve finale. The next pop talent. En daar staan ze. Onze acht halve finalisten van volgende week. Ja, maar dames en heren. Kom erbij, jongens. Kom erbij. We hebben hier vier kandidaten die helaas niet doorgegaan zijn. Mag ik een applaus voor de rest van de kandidaten, dames en heren? Wat een avond, hè? Ik zeg je eerlijk, ik vond het geweldig. En dit was het voor vanavond. We hebben afscheid genomen van vier kandidaten op deze 13e april. Een dag die voor acht talenten een geluksdag is geworden. Want zij zijn door naar de halve finale. En natuurlijk bedanken wij ook onze jury. Stacey Rookhuizen, Sander de Buissonnier, Glennis Grace en Ruud de Wild. En natuurlijk jullie thuis. Bedankt voor het kijken. Alles wat je over het programma wilt weten, kun je op je gemak nalezen op sbs6.nl/thenextpoptalent. Zaterdag zijn we er weer. Zelfde tijd. Halve finale. Next Pop Talent live. Geniet morgen van het lekkere weer. We zien jullie graag terug volgende week. Doei!